Dus ik denk dat het gewoon een oerdrang van de mensen is om, waar er een weg is naar buiten, om die te willen nemen. En ja, ik ben dus groot voorstander van geef mensen een veilige weg naar buiten, help ze daarbij en laat ze alsjeblieft niet zitten. Welkom bij de Brandpreventie Academy Web Talks, een reeks van interviews met specialisten uit het vakgebied. Mijn naam is Emiel van Rossum, docent bij Brandpreventie Academy. En vandaag hebben we te gast Suzanne Eggink. Welkom Suzanne. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik zal je eventjes iets uitgebreider voorstellen. Je hebt een groot deel van je carrière bij Nieman gewerkt als adviseur, later senior adviseur. Daarna ben je overgestapt naar Antea Groep als senior adviseur. En daarnaast heb je nog een nevenfunctie als rapporteur van de NEN 6079. Ja, dat klopt allemaal. Vertel, waarom ben je uiteindelijk van Nieman naar Antea Groep overgestapt? Uit nieuwsgierigheid. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste woord. Nieuwsgierigheid naar wat er nog meer in de scope van veiligheid en mijn vakgebied als brandveiligheidsadviseur, wat er nog meer te halen was. En dat heb ik gevonden bij Antea Groep. Ik werk bij de adviesgroep SAFE. En ik werk daar met 40, 50 hele enthousiaste veiligheidsdeskundigen. En dan gaat het niet alleen maar over de gebouwde omgeving, waar ik ook bij Nieman veel in werkte. Mm-hmm. Maar dan gaat het ook om crisisbeheersing, om de grote chemie, de gevaarlijke stoffen. Dus ja, die wereld van veiligheid is voor mij een stuk ruimer geworden. Oh, Oké, dus de bredere scope van werkzaamheden. Ja. Was aantrekkelijk. Dat was heel aantrekkelijk en dat heb ik gelukkig ook gevonden. Oké, leuk. We gaan het vandaag hebben over liftgebruik bij brand. Jij hebt daar wat mee, liftgebruik bij brand. Kun je mij eens vertellen wat de uitdaging, het probleem is daarbij? Nou, er is een heel groot probleem. En dat is niet een probleem van vandaag of gisteren, maar dat is er eigenlijk al jaren. En het probleem zie je, dat ziet iedereen om zich heen. Kijk eens in je eigen privésituatie naar je ouders, je grootouders en kijk hoe ze wonen. In die gebouwde omgeving zien we dat mensen steeds meer thuis wonen. Dat ze minder zelfredzaam zijn. Dat ze hulp nodig hebben. En niet alleen dagelijks hulp nodig hebben, maar ook juist in geval van een calamiteit hulp nodig hebben. En als je dan kijkt naar die gewone woonomgeving, dus ik heb het niet specifiek over wonen met zorg of over gezondheidszorg, ik heb het echt over de gewone woonfuncties, de gestapelde woningbouw. Daar staat Nederland vol mee. En dan zijn er toch heel veel kwetsbare mensen die in geval van brand de trap niet kunnen gebruiken. Met een rollator, een scootmobiel of gewoon slecht ter been gaat het niet om de trap af te gaan. Nou, en die mensen, moeten die dan maar binnen blijven? Nee, die moeten ook een veilige weg het gebouw uit kunnen krijgen. En dan is er eigenlijk maar één middel. En dat is de lift. Ja, en ik zie altijd zo'n mooie grote sticker niet gebruiken bij brand op die lift staan. Hoe zit dat? Dat klopt. En dat weet men ook nog steeds. Daar is ook onderzoek naar gedaan een paar jaar geleden door het Liftinstituut. En ja, wat aan de ene kant hartstikke goed is, dat mensen weten bij brand de lift niet gebruiken. Is het aan de andere kant ook heel gevaarlijk dat ze nooit die lift op die manier gaan gebruiken. Dat betekent dat we niet alleen moeten kijken naar wat we technisch kunnen doen, maar dat we ook die menselijke kant goed in ogenschouw moeten nemen om mensen het veilige gevoel te geven dat de weg naar de uitgang van het gebouw, dat in sommige gevallen de lift zou kunnen zijn. Ja, dus in sommige gevallen zou je een uitzondering op de regel moeten maken? Nou, de regel is nog steeds gebruik de lift bij brand niet. En als je het hebt over de regel in het bouwbesluit, die kent het nog helemaal niet. Nee. Straks gaan we nog eens kijken van wat betekent het voor de toekomst. Daar gaan we wel zien dat het er misschien in gaat komen. Maar op dit moment is er geen voorschrift in het huidige bouwbesluit die zegt, gij zult de lift bij brand wel gebruiken en doe dat onder deze en deze voorwaarden. Maar het is dus wel goed om het steeds in zijn totaliteit te blijven bekijken. De bouwkundige techniek, de installatietechniek en de menselijke kant, die moeten goed met elkaar letterlijk in verbinding blijven
om die lift bij brand te kunnen gaan gebruiken. Oké. Als we nu naar de praktijk kijken, dan in woongebouwen zitten dus mensen op de verdieping die niet van de lift gebruik mogen maken en de trap niet kunnen gebruiken. Moeten die wachten tot de brandweer komt? Of wat is daar de huidige status quo van? Ja, op dit moment zie je dus vooral schrijnende gevallen en hele moeilijke situaties voor de repressieve kant van de brandweer. Zij zijn het laatste vangnet. Op het moment dat er een calamiteit is, komen zij ter plekke. Gaan zij de brand bestrijden en gaan zij de mensen redden die nog gered kunnen en moeten worden. En dat is een ontzettende uitdaging die zij hebben om zeker in de gestapelde woningbouw iedereen in veiligheid te brengen. De taak voor de brandweer is daarmee ondraaglijk haast, omdat ze letterlijk op te veel plekken tegelijk moeten zijn. En dat betekent dus de situatie van de capaciteit van de brandweer in combinatie met het steeds langer thuis blijven wonen van de mensen en toch proberen om mensen zelf zich in veiligheid te laten brengen, dat maakt dat de urgentie nu steeds hoger wordt, dat we moeten gaan nadenken over het gebruiken van liften bij brand. Ja, en de brandweer is er natuurlijk helemaal ook niet op ingericht, want zij zijn geen ontruimers. Klopt. Ze zijn voor de brandbestrijding in basis. Klopt. En daar zie je dus ook dat spanningsveld. Want we hebben het over de gewone woonfunctie, de gewone gestapelde bouw, waar ik kan wonen, waar jij kan wonen, maar waar ook een 80-jarige kan wonen. Ja. En dat is de doelgroep waar we het over hebben, dat met elkaar wonen en iedereen moet veilig het gebouw uit kunnen. Ja. Nou is er recent ook een IFV-rapport uitgebracht over rookverspreiding in woongebouwen. Heeft dat nog raakvlakken met liftgebruik bij brand? Het is heel mooi om te zien dat er op meerdere vlakken onderzoek wordt gedaan. Juist naar die gebouwde omgeving, juist naar die normale woningen, zoals ik dat noem, waar iedereen kan wonen. Het is fantastisch om te zien dat dit onderzoek weer zoveel kennis heeft bijgedragen. Maar als ik dit lees vanuit mijn kennis over het gebruik van liften bij brand, dan krijg ik het echt wel een beetje benauwd. Want je ziet dus letterlijk weer het bewijs dat rookverspreiding enorm snel gaat, dat het in je woning blijven zitten echt geen optie is, maar die veilige reis uit je woning door de gang naar buiten, als die niet via de trap kan voeren, hoe dan wel? Ja. Dus dankzij het onderzoek krijgen we heel veel antwoorden, maar wordt mijn zorg en de urgentie eigenlijk alleen maar groter. Ja, ik hoor wel eens het stay-in-place concept langskomen. Het bouwbesluit is een basis natuurlijk niet stay-in-place, maar is iedereen zal ontvluchten. Hoe denk jij over stay-in-place in relatie tot dit probleem? Ja, ik sluit me aan bij hoe we op dit moment onze wetgeving in hebben gericht. En dat is vanuit de gedachte dat iedereen veilig het gebouw moet kunnen verlaten. Okay. En ik sluit me daarbij aan omdat ik weet dat er in die zin wat communicerende vaten zijn. Onze regelgeving is een gebalanceerde pakket van maatregelen wat helemaal goed op elkaar is afgestemd. Natuurlijk zijn er best wel eens wat dingen wat niet helemaal lekker zit. Ik bedoel, na 20 jaar bouwregelgeving weet ik ook wel waar de moeilijkheden zitten. Maar ik heb er toch nog steeds het geloof in dat dat principe van zelfstandig een veilige weg vinden, dat dat letterlijk de weg naar de oplossing is. Op het moment dat je mensen verplicht in hun huis laat zitten, denk ik dat je veel grotere uitdagingen krijgt om het gebouw op orde te krijgen, om de installaties daarop mee op orde te krijgen, om ook de mens daarmee senang zich te laten voelen. Het lijkt me verschrikkelijk als ik in mijn huis zou moeten blijven zitten omdat het technisch gezien kan. Ja. Dus ik denk dat het gewoon een oerdrang van de mensen is om, waar er een weg is naar buiten, om die te willen nemen. En ik ben dus groot voorstander van geef mensen een veilige weg naar buiten. Help ze daarbij en laat ze alsjeblieft niet zitten in de gewone woonomgeving. Want daar hebben we het nog steeds over. Ja, jij hebt onderzoek gedaan naar liftgebruik bij brand. Heeft dat in de politiek nog consequenties gehad? Heeft dat de aandacht van onze politici hier in Nederland? Ja, sterker nog, de Tweede Kamer is de aanleiding geweest dat wij het onderzoek mochten doen. Doordat er Kamervragen zijn gesteld een paar jaar geleden, heeft de minister toegezegd, dat was minister Ollongren, heeft ze toegezegd dat zij onderzoek zou laten doen naar een mogelijkheid om de lift bij brand te kunnen gaan gebruiken.
En Antea Group heeft toen de opdracht gekregen om dat onderzoek te gaan starten, om dat uit te voeren. En we hebben uit het onderzoek kunnen concluderen, en ook alle mensen die daar aan medewerking hebben verleend, die we hebben mogen interviewen, hebben we gezien dat, dat de Tweede Kamer dus ook terecht een punt heeft gemaakt door te stellen van, is er niet een mogelijkheid om de lift bij brand te kunnen gaan gebruiken? Want uit het onderzoek blijkt dat het kan. En het is niet makkelijk en het heeft wel een aantal voorwaarden, maar het kan wel. Als er een wil is, is er een weg om de lift bij brand te gebruiken. Dus ik ben super blij met de vragen die gesteld zijn in de Tweede Kamer en met het onderzoek wat we hebben mogen doen. Want ik zie dat echt als het begin van een transitie van ja, het mantra wat je net zei, bij brand de lift niet gebruiken. Echt een omkeer in transitie in een mantra van onder bepaalde omstandigheden gaan we de lift bij brand wel gebruiken. Hoe zit het überhaupt nu in de wetgeving? En zitten daar veranderingen in de wetgeving aan te komen? Wat ik al zei, op dit moment is er geen bouwbesluitvoorschrift die iets zegt over het liftgebruik bij brand. Dus uit het onderzoek blijkt ook dat dat als er een weg is om de lift bij brand te gaan gebruiken, dat je dat ook wel in de bouwregelgeving zou moeten verankeren. En dan is natuurlijk de grootste zorg geweest van, is er niet nog een ander stukje wetgeving of iets privaats of ergens anders waarin we dat niet zouden kunnen regelen? Nou, gelukkig blijkt uit het onderzoek dat er geen juridische beperkingen zijn om die transitie in gang te zetten. Het kan dus gewoon geregeld worden, simpel gezegd. Maar dat je het regelt, dus dat je vindt van, nou, we gaan de lift bij brand nu gebruiken en we schrijven dat voor, dat wil nog niet zeggen dat je het daarmee ook gelijk vanaf morgen kunt gaan doen. Want wat ik net al zei, het blijft een drie-eenheid van een bouwkundige component, een installatietechnische en een organisatorische of een menskundige kant. En als ik even kijk naar wat je net al vroeg van wat zie je dan in de bouwregelgeving. Over een aantal jaren hebben we het besluit bouwwerken leefomgeving. Die teksten die zijn er nu. Er zijn ook al wat voorstellen, wat wijzigingen. En wat heel interessant is om te zien, is dat meerdere onderzoeken van Arcadis, van TNO, van Antea Group nu bij elkaar komen in die nieuwe wijzigingen voor het BBL. En dat je daar dus nu zoekt op het woord lift. Ja, dan zie je hele interessante dingen. Daar gaat dus op termijn voorgeschreven worden dat de sturingen brandvrij moeten worden neergelegd. Dat er een voorportaal moet zijn. Een voorportaal voor de lift waar mensen dus ook veilig kunnen wachten. En dat de lift ook goed beschermd is en dat de mensen beschermd zijn. Dus ja, er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de bouwregelgeving op termijn dit gaat voorschrijven. Ja, en dan moet ik denken aan een soort van, want je noemt een aantal aspecten die enigszins ook bij een brandweerlift terugkomen. Een soort van brandweerlift light om de ontvluchting via liften mogelijk te maken. Ja, nou ja, dat is voor nu is dat wel een mooie werktitel. Mm-hmm. Of het daadwerkelijk ook die werktitel blijft, nee, weet ik niet. Nee, dat zal wel niet. Nee. Maar het geeft wel aan, kijk, bij een brandweerlift weten we, die wordt aangestuurd door een brandmeldinstallatie. Die gaat naar beneden, de deuren gaan open en hij staat tot de dienst van de brandweer. Ja. Nou, iets anders bij de lift die we nu gebruiken, dus die we willen gaan gebruiken in geval van brand, is dat dit al niet kan als je het hebt over sturingen. Die lift moet juist niet naar beneden gaan, nee, de deuren openzetten. Nee, hij moet steeds ten dienste staan van alle mensen die hem willen gaan gebruiken voor de evacuatie. Ja. Dus daar zie je al dat het niet een brandweerlift moet worden. Nee. Want die heeft weer een aantal specifieke doelgroepen en specifieke maatregelen die gaan voor de brandweer. We willen nu juist een lift die ten dienste staat van de bewoners. En dat betekent bijzondere sturingen, bijzondere ruimtes. En het technisch en organisatorisch mogelijk maken dat ze de lift gaan gebruiken. Je hebt veel onderzoek gedaan naar liftgebruik bij brand. Kun je me een beeld geven van wat voor concepten daar, de concepten die daar bij komen kijken. Wat de bitsen en maren zijn, voorwaarden die je moet scheppen. Al dat soort zaken. Ja, dat is een kleine vraag, maar wel een heel groot antwoord. Dat had ik al verwacht. Ja, je hebt het over concepten. Ja. Laat ik eens in wat beelden denken vanuit die gebouwde omgeving. De gestapelde woningbouw. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar er is niet één plaatje van gestapelde woningbouw. Nee. Laten we eens een concept bedenken waarbij ik zeg, dat is een potentiële kanshebber. Ik heb dan nu het plaatje voor me van een galerijflat. Mm-hmm.
Dus open verkeersruimtes en aan weerszijden van het gebouw een stijgpunt met een trap en een lift. Vanuit dat concept is er een woning waar een brand is, kan de voordeur openstaan, stroomt de rook naar de verkeersruimte, maar dat is een niet besloten ruimte, die staat in verbinding met de open lucht. Dus de kans dat de lucht daar voldoende veilig blijft om te kunnen vluchten, die kans is zeker aanwezig. Dus de andere bewoners in de niet brandende woningen, die zouden met een redelijke kans de galerij kunnen gebruiken en dan linksaf of rechtsaf kunnen gaan naar een van die stijgpunten. Nou, kunnen ze niet linksaf omdat daar rookverspreiding is, dan gaan ze rechtsaf. Dan komen ze in een voorportaal waar de trap is, waar de lift is en waar ze een brandscheiding doorkomen met een deur die weer dicht gaat. Nou, dat is een concept met dus een open galerij en een gesloten portaal bij de trap en de lift, waarvan ik zeg, dat vind ik een goede potentiële kanshebber om de lift bij brand te kunnen gaan gebruiken. Er is altijd een weg links of rechts. Er is altijd een voorportaal waar je even kan wachten. Er is altijd een lift waar de sturingen en de elektrotechniek brandvrij geregeld kan zijn. Dus ik zie dat als een potentiële kanshebber. Ja. Een verlengstuk daarvan is misschien wel de besloten corridor, maar weer linksaf, rechtsaf, in combinatie hopelijk ook met deurdrangers op de woningtoegangsdeuren, wat ook in de bouwregelgeving op termijn verankerd zal worden. Dat zie ik als potentiële kanshebbers waarin je zegt, ik kan de lift bij brand gebruiken. Ik heb een keuze, ik kan links of rechts en ik neem de weg, de kortste weg, de veiligste weg naar die lift die brandvrij is. Ja. Een ander concept waar ik iets minder positief over ben, is de portieketage. Sinds de jaren 50 in heel veel steden in Nederland grote schaal portieketages toegepast. Veel zie je in die portieketages alleen maar trappen. Nou, oké, die sluit ik dan even buiten deze concepten. Ja. Maar er zijn ook portieketages waar dus alle woningen rechtstreeks op de verkeersruimte uitkomen, op het trappenhuis uitkomen en waar toch een lift is geïnstalleerd. Ja. Ik zie dat niet als een kanshebber om de lift bij brand te gebruiken. Om de doodeenvoudige reden dat welke deur ook open staat, het hele trapportaal en het hele voorportaal staat vol met rook. En je hebt niet een minuut de tijd, of 2 minuten, of 3 minuten, om even op de lift te wachten. Dus het gaat echt om, heb ik een veilige reis vanuit mijn woning, door de gang, door de verkeersruimte, naar een portaal waar ik een poosje op de lift kan wachten. En waarvan ik zeker weet dat die lift gewoon die verticale bewegingen eindeloos door blijft maken. Nou, ja. En als ik die veilige reis kan maken en die lift blijft zijn werk doen, dan zeg ik, dan heb je een concept wat technisch gezien werkbaar is. Ja. Je noemt net toevallig ook als eerste de galerijflat. Ik vertel altijd tijdens mijn cursussen, galerijflat, een fantastisch concept. Een van de veiligste soorten gestapelde bouw om die open galerijen en omdat er meerdere trappenhuizen over het algemeen zijn. Nou is er in Arnhem toch iets misgegaan. Ik denk dat je daar ook wel geschrokken van bent destijds. Wat is daar nou misgegaan? Bij liftgebruik, bij brand, verbeterd zou moeten worden om het goed te laten gaan? Ja, ik snap dat je de vraag stelt, want eigenlijk vlak voor het incident, een paar dagen voor het incident, postte ik nog op LinkedIn een bericht over het onderzoek en het gebruik van liften bij brand. En toen dit bericht kwam van dit drama, heb ik het ook gelijk verwijderd, dat bericht, omdat ik het absoluut niet gepast vond om op dat moment informatie of kennis te delen over dit onderwerp. En waarom heb ik dat gelijk verwijderd, dat bericht? Omdat het in mijn beleving ook absoluut niets met elkaar te maken heeft. Ik betreur enorm wat er in Arnhem is gebeurd. En ik ben heel blij dat er onderzoek naar is gedaan, wat daar de oorzaak is geweest en hoe het heeft kunnen gebeuren, zodat we daarvan kunnen leren. Aan de andere kant heeft het helemaal niets te maken met het spectrum waarin we nu zitten, de uitdaging waarin we nu zitten, dat mensen langer zelf thuis wonen, de trap niet kunnen gebruiken en dus een veilige weg naar buiten moeten krijgen. En wat er dus voor nodig is om de lift bij brand veilig te kunnen gebruiken. Dat staat volstrekt los van elkaar in mijn optiek. En ik snap dat je de vraag stelt, omdat het dezelfde sfeer in zich heeft. Maar in mijn beleving is het incident wat in Arnhem is gebeurd
helemaal los van het thema, kunnen we op termijn veilig de lift bij brand gaan gebruiken? Oké, ja, dat begrijp ik. Ja. We hebben het net over de concepten gehad. Als je die concepten uitwerkt naar een veilige oplossing, wat voor randvoorwaarden moeten er allemaal gecreëerd worden? Als voorbeeld de twee varianten die uiteindelijk die als valide variant ziet daarin. Ja. Nou ja, vanuit die concepten, als we dan naar maatregelen gaan, dan noem ik weer die drie eenheid: bouwkundig, installatie, technisch en de menselijke kant. Laten we eens beginnen bij die bouwkundige kant. Ik heb het al een paar keer gezegd, voorportalen. Dus echt brandwerende scheidingen tussen de verkeersruimtes en het gebied waar de trap en de lift zit. Daar heb ik een brandscheiding nodig. En in mijn optiek zou ik zeggen, doe gelijk 60 minuten. Zorg dat er geen rook doorheen kan. Bezuinig daar niet. Ga daar niet op 30 minuutjes of toch nog een beetje van, ik heb nog wel een stukje deur of ik heb nog wel een stukje spiegeldraadglas. Nee. Doe het goed of doe het niet. Want het is echt een transitie. We gaan de lift bij brand gebruiken. Dat is nogal wat. Ja. Dus als je dan toch gaat veranderen en gaat verbouwen, doe het dan gelijk goed. En die lift wil ik ook niet kortere tijd gaan gebruiken. Nee, die gaan we echt minutenlang gebruiken. Want in de gestapelde bouw kan je daar zo 10, 15 minuten moeten wachten voordat je weer aan de beurt bent. Ja. Dus ik heb het echt over een bouwkundig goede verdedigingslinie. Ja, je noemt een voorportaal. Nou haal ik eventjes de galerijflat voor mijn beeld. Daar kom je vanuit de galerij in een verkeersruimte weer. Dat zal waarschijnlijk een extra beschermde vluchtroute zijn. Is die niet al veilig genoeg? Of wil je binnen die extra beschermde vluchtroute dan alsnog nog een voorportaal? Het voorportaal waar jij het over hebt, vind ik, die extra beschermde vluchtroute, vind ik voldoende goed. Oké, dat zie je als een voorportaal. In dat ja, kader. Precies. Dat is het voorportaal. Ja. Wel even met een komma. En waarom? Ik ben eigenlijk op zoek naar niet de regel van het gebruik maken van de lift bij brand, maar juist naar het concept. En wat bedoel ik daarmee? Ik wil niet per se een 3-laags woongebouw of een 13-laags woongebouw over één kam gaan scheren. Ja. Ik wil niet de bewoners die misschien studenten zijn of de bewoners die allemaal 65 plus zijn over één kam gaan scheren. Ik wil juist dat er bij dit concept wordt gekeken naar wat heb ik nodig. En bij wat heb ik nodig, ja, het is misschien heel gevaarlijk dat ik dit zeg, maar heb ik eigenlijk zo min mogelijk regels nodig. Ik heb zoveel mogelijk vrijheid nodig. Ik heb zoveel mogelijk randvoorwaarden nodig en doelen nodig waarin ik kan zeggen, ik moet gewoon de lift bij brand kunnen gebruiken. En soms vraagt dat een brandwerendheid van 30 minuten, soms van 60 minuten. Soms vraagt dat een extra scheiding, misschien wel op die galerij waarvan we net zeiden van je gaat linksaf of rechtsaf. Misschien moet ik halverwege nog wel een extra knip maken. Want misschien moeten mensen 20, 30 meter over die galerij lopen. En gaat dat niet met een rollator, omdat het gewoon te lang duurt. Ja. Misschien moet je dan de galerij wel gaan knippen. En moet je ze maar 3 of 4 woningen breed maken. Dus met andere woorden, ik wil juist op zoek naar die vrijheid om te zeggen, het doel is dat deze bewoners de lift bij brand kunnen gebruiken. En wat daarvoor nodig is, dat moet maatwerk zijn. Ja. Dat kunnen bouwkundige scheidingen zijn, dat kunnen extra sluizen zijn. Hoeft niet, kan wel. Kijk in het concept wat je nodig hebt. Het tweede deel daarvan is de installatietechniek. Uit de interviews die we hebben gedaan met de liftleveranciers en ook het Liftinstituut, ja, daar blijkt dat je alle liften kan krijgen die je hebben wil. Die mannen zie je ook gewoon stralen van, nou, mooi dat we dit kunnen gaan realiseren voor onze gebouwde omgeving, voor onze bewoners. Dus een beetje, hoe had u het gehad willen hebben? Dat antwoord krijg je als je vraagt, kunnen jullie dit bouwen? Ja, natuurlijk kunnen we dit bouwen. Moeten de sturingen links of rechts? U zegt het maar. En ook zij zijn gebaat bij een doelvoorschrift. Moeten wij de lift bij brand bruikbaar maken? Zorgen we daarvoor. En of dat dan met rode of blauwe draadjes moet, is helemaal niet belangrijk. Het gaat erom dat die functie wordt vervuld. Het derde wat je nog vroeg in maatregelen, moet ik die mens niet vergeten. Je vroeg net al van ja, dat mantra van we mogen toch niet de lift bij brand gebruiken. Dat klopt. Dus we moeten die menselijke kant niet vergeten.
We hebben het nog steeds over de gewone woningen. Daar zijn geen BHV'ers, daar zijn geen ontruimers, daar is geen huisbaas 24 uur aanwezig. Kortom, dat zijn jij en ik die onze buurvrouwen en buurmannen moeten helpen om weer buiten te komen. En die we letterlijk aan de arm moeten nemen om te zeggen, het is oké, wij gaan met u nu deze lift bij brand gebruiken. Dat vraagt nogal iets aan kennis, aan vaardigheid, aan vertrouwen, aan inzicht. Misschien is dat nog wel de lastigste. Want ik denk als ik een aannemer of het liftinstituut vraag, kunnen jullie het maken dat iedereen zegt, ja hoor, ja. Komt goed Suzanne. Maar die menselijke kant moeten we niet vergeten. Het zijn geen communicerende vaten van nou, de B en de I, de bouwkunde en de installatietechniek, die lossen dat wel op met een lampje en een ledje. De mens moeten we niet vergeten. Want de mens moet uiteindelijk in die lift stappen en die veilige reis gaan maken. Ja, want in die concepten moeten mensen dan ter plekke beoordelen of een lift nog bruikbaar is bij brand? Ja. Ja. Maar dat gaat toch een enorm lastige opgave zijn dat is om heel Nederland hierop te instrueren. Dat is het, dat is het. En zeker dus als je moet leren lezen of het kan. Hoe leer je dus lezen? Je leert lezen door te weten hoe zit het hier bouwkundig, wat kan ik wel, wat kan ik niet. Hoe zit het installatietechnisch, welke indicaties krijg ik met lampjes, met signalen, noem het maar op. Maar dus uiteindelijk nog weer die stap, letterlijk die stap over die drempel om die lift op te roepen en hem te gaan gebruiken. En vergeet niet, de trap is geen optie. Hè? Het is geen luxe probleem van nou welke zal ik nemen. De trap is geen optie. Nee. En durft men dan die lift veilig te gebruiken, daar zullen we nog heel wat voor moeten gaan doen. Ja, ja, dat gaat dus een proces van jaren en een transitie, een cultuurtransitie moeten zijn. Zeker, ja. Ja. Je had het net ook over regels loslaten. Als ik naar een galerijflat kijk, een corridorflat, portiekflat, dat zijn eigenlijk de simpelere gebouwen, als we er zo even naar kijken. Die worden vaak standaard volgens het bouwbesluit uitgelegd. Daar zit dus de wat eenvoudigere adviseur achter vaak. Zeg je nou van, zoiets moet eigenlijk meer op met een FSC-benadering, op maatbenadering. Dus dan moet een heel ander soort adviseur aan gaan werken, aan dat soort gebouwen. Ja, ja. En of het een heel ander adviseur is, het moet in ieder geval een adviseur zijn die een open blik heeft. Ja. Die de wat-als-vraag durft te stellen. Wat nou als? En als je die vraag stelt, dat heb ik ook op het congres van het Lift Instituut gedaan, dan kan iedereen, of die nou al 20 jaar ervaring heeft of 1 jaar ervaring heeft, dan kan iedereen die puzzel leggen, wat heb ik nodig om die lift bij brand te gebruiken? En dan heb ik misschien wel meer aan een junior collega die open blik heeft. Mm-hmm. En niet die 20 jaar ervaring bouwbesluitregels in zijn rugzak heeft. Misschien heb ik dan juist wel die collega nodig die zegt, ja maar Suzanne, wat nou als... Want misschien krijg ik dan wel juist de maatregel die ik nodig heb om die lift bij brand bruikbaar te maken. Ja. Dus aan de ene kant ben ik het met je eens, het vraagt een FSC-benadering. Maar het vraagt dus ook de lef en de vrijheid om niet in die regels te blijven denken. Van 30 minuten is wel genoeg bij een extra beschermde vluchtroute, want het staat in artikel X. Hou op, daar gaan we het niet mee komen. Het gaat erom, wat heb ik nodig om die lift bij brand te gaan gebruiken? En of daar nou een regel voor is of niet, dat zou niet nodig hoeven zijn. Nee. En stel dat zo'n junior adviseur zich wil specialiseren op het gebied van liftgebruik bij brand. Wat voor bronnen zou die daarvoor kunnen raadplegen? Want jij noemt net al wat als. Ja. Vertel. Nou ja, we zijn dus met het onderzoek eigenlijk als gevolg van die Kamervragen zijn we begonnen met die transitie. En ik merk ook bij de opleidingsinstituten, ook bij het IFV en ook bij een aantal collega's van mij intern, dat het een onderwerp is wat ze wel interessant vinden. Dus nu ook weer een groep studenten bezig om dit onderzoek wat wij hebben gedaan, om dat verder te brengen. Dus het leeft wel. Het leeft vooral binnen de advieswereld, binnen de onderzoekswereld. Leeft het ook binnen de woningcorporaties? Een beetje. En wat betekent dat? Dat ik er nog niet zoveel van hoor. Nou wil het niet zeggen dat ik alles ervan moet horen, ja. Maar... ik heb bij een aantal woningcorporaties
informatie mogen delen, kennis mogen delen. En zij geven ook aan, ja, we zien dat het moet, we zien dat het urgent is. Echter, we zien ook wel een heleboel uitdagingen. Ja. En het is al zo moeilijk soms om iets goed te bouwen, binnen budget te bouwen, op tijd te bouwen, om mensen te huisvesten. Sommige woningcorporaties zien het als een kans, anderen zien het ook wel weer als een uitdaging, als een moeilijke drempel om te nemen. Ja, ja, ik denk dat de woningcorporaties die hebben sowieso al, sommige woningcorporaties hebben daar ook een flinke achterstand in, om überhaupt aan de huidige regeltjes te kunnen voldoen. Ja. En dan lijkt dit misschien nog als een stap die er bovenop moet komen, die ook weer geld, tijd, energie kost enzovoort. Nou ja, dat is die praktijk. En dat is die werkelijkheid die we niet moeten vergeten. Ja. En daarom zeg ik ook, begin vooral bij de dingen die simpel zijn. Dus begin niet bij de portieketages. Begin niet bij de atriumgebouwen. Dat zijn niet de voor de hand liggende plekken. Begin inderdaad bij die galerijflats, die corridorflats, om te kijken, kan ik het daar doen? En als dat lukt, dan gaat het balletje letterlijk rollen. Dan komen de eerste succesverhalen. En dan wordt ook vanuit de praktijk duidelijk waar het schuurt en waar het moeilijk is of waar het soepel is gegaan. En dat geeft weer energie om de volgende op te pakken en de volgende op te pakken. En om steeds meer bewoners dus die veilige weg naar buiten te geven. Ja. Dus je mag, ik vind het niet erg. Ik vind het geen schande om met de makkelijke dingen te beginnen. Nee, begin met ervaring opbouwen. Ja. Ja. Fouten maken mag, hè? Zeg ik tegen mijn kinderen ook. Ja. Maar dat geldt voor volwassenen ook nog steeds. Ja, precies. Ja. Als we naar de toekomst kijken, wat is er nodig in het algemeen om liftgebruik bij brand? Welke randvoorwaarden moeten er nog geschapen worden? Politiek misschien, om het tot een succes te laten worden? Dat is een verschil tussen wat ik nodig acht en wat ik misschien wel wens of hoop. Ik ben heel blij te zien dat de Tweede Kamer vragen heeft gesteld. Ik ben heel blij dat er onderzoek heeft plaatsgevonden. Dus dat het vliegwiel is op gang gebracht. De dialoog is er. Ik ben ook heel blij dat als ik in die BBL-voorschriften kijk, dat ik dat woordje al zie. En dat ik al zie liftgebruik bij brand. Dan denk ik, yes, het begin is er. Ja. En eigenlijk is dat begin vanuit de bouwregelgeving al veel sneller dan ik gedacht had. Ik dacht dat misschien de bouwregelgeving misschien eerst nog wel zou wachten. Van nou, laat de markt eerst maar eens zelf wat experimenten doen. Maar nee, de Binnenlandse Zaken zet door en gaat gelijk regels of richtingen geven. Die stip aan de horizon gaan ze creëren. En dat is fijn, dat geeft steun. En dat geeft ook nog meer urgentie. Van ga er maar eens over nadenken, ga het maar gewoon doen. Vooral in de nieuwbouw, snap ik. Ik wil niet zeggen dat dat makkelijke gevallen zijn, nieuwbouw, maar het zijn wel makkelijker gevallen dan de bestaande bouw. Dus ja, voor nieuwbouw moet je er zeker over na gaan denken. En dus ik zie in het politieke landschap dat het balletje is opgegooid, het is opgepakt. Maar wat is er verder nog nodig? We moeten aan de slag. De praktijk moet aan de slag. En dan snap ik ook dat je zegt, Emiel, we moeten al zoveel in de bestaande woningbouw. En dan moeten we ook nog eens nadenken over het liftgebruik bij brand. En dat moet ook nog energie neutraal en duurzaam. En ook nog, dus er moet heel veel in de bouw. Ja. Maar dit moet ook. Ja. En ik denk dat het ook kan. Want dat blijkt gelukkig ook uit het onderzoek. Het is niet per se een brandweerlift. Het is niet heel duur in de zin van tonnen of miljoenen. Als je slim ontwerpt, dus als je al begint met kan ik twee kanten op? Of kan ik twee kernen maken met trappen en liften en voorportalen? En kan ik daar een goede robuuste verdedigingslinie omheen maken? Dus een goede bouwkundige schil. Ja, dat hoeft toch niet duurder te zijn? Slim ontwerpen. En de sturingen en de kabels en leidingen even in een aparte goot neerleggen of in een kruipruimte. Dat hoeft toch niet duurder te zijn? Als je er maar even aan de voorkant over nadenkt en dat je maar net even je afvraagt, wat als hier een brand is, gaat die kabel dan doorbranden, ja of nee? Ja? Oh, dan moet ik hem even ergens anders neerleggen. Dat hoeft niet duurder te zijn. En dan denk ik, ja, we moeten dus in en de politiek schakelt, dat laten ze zien.
Maar de bouw en de initiatiefnemers moeten ook schakelen. Woningcorporaties, zorginstellingen of ja, vooral woningcorporaties. Kijk ook eens, wat kan ik wel doen? En in de bouw- en in de installatiebranche, wat kan ik wel doen om dit haalbaar te maken? Ja, hoor ik jou nou eigenlijk zeggen dat, dat het faciliteren van liftgebruik bij brand een relatief goedkope aanpassing vergt meestal? Ja. Oké. Okay. Ja, dus nou ja, en ik kan natuurlijk niet over iedereen's portemonnee beschikken en beslissen. Maar het beeld van we moeten een evacuatielift zoals we in de hoogbouw moeten, of we moeten een brandweerlift zoals we in specifieke gevallen moeten, dat beeld hebben we niet. Het beeld uit het onderzoek is dat het een gewone lift is nog steeds. Ja. En dat er dus een gewone lift kan worden gebruikt, waarbij je bouwkundig slim moet zijn, installatietechnisch slim moet zijn, je organisatie goed in ogenschouw moet nemen. En dat je dan vanaf de tekentafel al heel veel dingen goed kunt doen, ja, om het haalbaar te maken. Ja, het zijn dus vooral ontwerpwijzigingen die qua kosten een minimalere impact hebben. Ja, okay. En zeker als je het dan afzet tegen wat levert het op. Weer, ja, ik blijf het herhalen, er is geen keus. De mensen kunnen niet met de trap. Nee. Ja, dan is de meer kosten in de marge. Bedankt Suzanne dat je erbij was. Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Bedankt voor het kijken naar deze webtalk. Fijn dat je erbij was. Houd onze social media in de gaten en dan specifiek ons YouTube-kanaal. Abonneer je ook even en zet het notificatiebelletje aan, want er gaan er nog een heleboel komen. Dankjewel.